Toen ik 19 was en mijn eerste live optreden deed met de Dolly Dots, stonden de kranten er vol van. En een van de grappigste zinnen was als kop: 7 van de MAVO gesleurde gillende keukenmeiden die over een maand weer huilend achter de kassa van de HEMA zitten. En dat klopt natuurlijk van geen kant, want we waren met z'n 6. En voor de rest hebben wij er knijterhard om gelachen. En het was allemaal zo verschrikkelijk vervelend. En het was zo naar over weer zo'n meisjesgroep. En dat wij uiteindelijk nog steeds de enige meidengroep zijn die 9 jaar lang in dezelfde formatie bij elkaar is gebleven. Dat is in de wereld nog nooit gebeurd. Die zo lang zonder onderbreking bij elkaar zijn gebleven. En dat je dan gewoon ook nog op je 50ste, met z'n 6 toen nog, want Ria is er inmiddels niet meer, dat we dan gewoon ook nog 3 uitverkochte concerten hebben in Ahoy. Maar iedereen was. Ook die gast die toen die zin opschreef. En ik heb een olifantengeheugen. Dus die heb ik nog alsnog eens een keer geconfronteerd. Hij wist het niet meer. Ik wel. Ik heb er toen om gelachen. En ik had er nog om lachen. Want iedereen heeft een mening, net zoals een poepgaatje. En als je daar druk over gaat maken, dan kom je tot niks. En als dat dan betekent dat je de bullshit voorbij bent, dan kan je stellen dat ik ben de bullshit wel voorbij.